Kom. Leo is nu anderhalf ongeveer en ja, schat van een beest. Hij is chemisch gecastreerd eerst en ja, anderhalf zei ik net, dus hij zit vol in de puberteit. En dan ja, is het echt een mannetje en dan wil hij het liefst overal even opklimmen, maar ja, dat lijkt me niet handig. Dan ligt het heel erg voor de hand, door te zeggen. Dat is een baasje ook. Nee, dat valt wel mee. Ik ben wel kieskeurig. In Düsseldorf, ja, was een mooie ervaring, maar qua voetbal is het natuurlijk niet geworden wat we van hadden gehoopt. Kijk, had ik de een naar de ander binnengeschoten, dan had ik daar waarschijnlijk nog gespeeld. Dus in dat opzicht moet ik gewoon kritisch naar mezelf zijn. Was je niet goed genoeg of heb je het niet goed genoeg gedaan? Ik heb het niet goed genoeg gedaan. Ik kwam natuurlijk al geblesseerd binnen en ja, toen een paar wedstrijden gespeeld, toen weer aan het kwakkelen. Dus ja, het heeft gewoon heel erg lang geduurd, maar ik ben blij dat ik nu wel, ja, dat ik in ieder geval weer in de basis sta, dat ik van waarde kan zijn. Ja, ik ben in ieder geval weer blij dat ik de hele wedstrijd, nou, tenminste 75 minuten heb gespeeld vanaf het begin. Ja, en dat ik een doelpuntje heb gemaakt, dat is natuurlijk ook fijn. Maar ja, ik heb te weinig wedstrijden gespeeld om mezelf wel echt goed te kunnen laten zien. Dus ja, de mensen mogen absoluut wel wat van mij verwachten. Ik ga de hele Nederlandse kust lopen. Echt waar? Ja, in 4 weken tijd. Dat is een end. Ik ben nog steeds voor ADO, dus je moet snel terugkomen. Nee, echt waar? Ja, hey. Ja, nou ja, ik sluit niks uit. Maar wel erin blijven, hè? Ja, dat is wel belangrijk. Okay. Ja, als wij dit spel vasthouden en dan ook ja, iets meer de wedstrijd killen, zowel voorin als achterin, ja, dan gaan we genoeg punten pakken. Wat er ook gebeurt, ik ga niet degraderen. Excelsior, Go Ahead Eagles, Roda en ADO. Dat zijn ze. Ja, dat zijn ze. Nou ja, ik moet wel zeggen, al win je één keer, dan sta je ook in de buurt van Sparta. Dus je weet het niet. Sparta er ook bij dan? Ja, denk ik wel. Kijk, die winnen nu dan volgens mij 2 wedstrijden op rij, als ik het goed heb. Ja. Dan lopen ze opeens weg, maar ja, wie zegt dat wij dat niet kunnen? Maar wie van die clubs die we nu genoemd hebben, wie gaat zich daarvan rechtstreeks veilig spelen? Ja, Excelsior en ADO. Ja, ja, dat, daar zet ik nog steeds op in.